Dag 85 van Apocalyps 90. De grote ultieme beproeving van de naastenliefde. We lezen hier over het laatste oordeel vanuit boeken die opengaan. Er is een boek van het leven en er zijn nog een heleboel andere boeken die opengaan en die worden vergeleken met dat boek van het leven. Dit is het laatste oordeel. En hier zien we heel duidelijk dat levenden en doden worden geoordeeld naar hun werken. Hoe groot hun geloof ook is geweest, ze worden geoordeeld naar de werken. Of je zou het ook anders kunnen zeggen, als werken niet het geloof, het levende geloof, hebben gemanifesteerd, wanneer de werken van de naastenliefde niet hebben getuigd van een levend geloof, dan zal er ook niks interessants te zijn om te zien, dan is er eigenlijk geen sprake van een levend geloof. God is heel concreet. God wil dat wij met daden van naastenliefde niet alleen iets goeds doen, maar ook iets goeds schrijven. Onze zelfgaven in de naastenliefde, dat zijn in feite de woorden waarmee ons leven voor eeuwig wordt opgeschreven. Wij maken ons leven, wij schrijven ons leven in boeken die eeuwig leesbaar zijn door die daden van naastenliefde. Je kunt ook zeggen dat die namen, die boeken die opengaan, dat die overeenkomen met de geslachtslijsten, de nieuwe stamboom van de nieuwe mensheid. Omdat onze naastenliefde vruchtbaar is. Onze naastenliefde brengt leven voort. En dus is er ook een nieuwe band met God die vruchtbaar is in de naastenliefde. Die nieuwe boeken die opengaan, dat zijn ook de geslachtslijsten van de nieuwe mensheid. Er is iets heel definitiefs hier, boeken gaan open, mensen worden geoordeeld. Niet alleen wordt de mens geoordeeld naar zijn werken, maar omdat het het laatste oordeel is, hebben die werken ook een eeuwige waarde. Ook al hebben ze plaatsgevonden, zijn ze tot stand gekomen in de tijdige wereld. En het is heel goed om te onthouden dat onze goede werken een waarde hebben die voor eeuwig blijft. En ook vruchten met zich meebrengt die eeuwig blijven.